Ik ben heel erg blanco er gewoon ingegaan en gezegd, alles wat ik cool vind, dat ga ik proberen. Ja, je zei op een gegeven moment hield het op. Wat is jouw volgende stap toen geweest, toen je daar een beetje uitgegroeid was? Wat wilde je toen zelf? Had je toen al een heel duidelijk idee voor ogen van waar je naartoe wilde? Nee, absoluut niet. Dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag of zo een soort van irritant ding, omdat ik ben altijd iemand geweest die heel veel wilde, maar omdat bepaalde mensen altijd een hoek van je willen zien of een kant van je willen zien, wist ik niet van oké, wat is oké en wat niet. Dus ik had totaal geen image bij wat ik wilde, want enerzijds vond ik Hendrix te cool, weet je wel, echt te gek, en anderzijds toen ik voor het eerst Songs in the Key of Life hoorde van Stevie Wonder, dacht ik echt van dit is wat ik wil doen. Ik was echt in staat om een Fender Rhodes te kopen en maar Stevie Wonder te gaan leren, weet je wel. Mm-hmm. Dus ik ben heel erg blanco er gewoon ingegaan en gezegd, alles wat ik cool vind, dat ga ik kopen en alles wat ik cool vind, dat ga ik proberen. En lukt het me, dan is het mooi meegenomen. Lukt het niet, heb ik het geprobeerd. Maar je bedoelt met kopen, instrumenten kopen? Nee, echt albums kopen. Dus ik download zelf niet. Dus dat was toen al een beetje aanwezig. Ik had toen al het idee van, nee, als ik straks bekend word, wil ik niet dat mensen mijn shit gaan downloaden. Dus ik heb toen gewoon alle albums aangeschaft die ik echt helemaal te gek vond. En ben me er echt op gewoon gaan doodstaren totdat er geen nood meer onbekend was, als het ware. Bijna obsessief, hoeveel uur per dag ben je dan met zoiets bezig? Zeg maar, ik was destijds, toen ik daar gewoon mee bezig was, eigenlijk elk uur wat ik tot mijn beschikking had. Dus ik kwam uit school, ik ging spelen en ik ging eten en ik ging spelen en ik sliep. Dat was wat ik deed. Dus er zat weinig feesten en eerste liefdes en al dat soort shit. Dat kwam bij mij pas een stuk later, want ik had zoiets van jongens, ik ga naar mijn kamer toe en we zien wel hoe het loopt. En ik ben dus echt tot een zekere mate van obsessie wel met muziek bezig geweest. Is dat wat je nog steeds wel hebt of heb je dat nu een beetje leren doseren dat je denkt van... Jawel, het is wel dat ik heb, weet je wel, het gevoel of zo, de passie wat ik beleefde, dat is er altijd nog ingebleven, dat is altijd bij me gebleven. Dat vind ik fijn, want dat zorgt ervoor dat je gewoon kan gaan, weet je wel. Het is nooit half werk wat je wil leveren. Maar je komt op zo'n punt, mensen die denken dat je evenredig groeit, dat is natuurlijk niet waar. Ik bedoel, je hebt een periode waarin je gewoon keihard gaat, omdat, weet je wel, je weet nog niks. En nu ben ik op dat punt dat je heel veel dingen gewoon weet. Nog geen eens heel goed kan, maar je weet, ik bedoel, je kent die 21 frets nou wel. En je beseft gewoon, ik kan nou wel nog 100 keer naar de cd gaan luisteren, maar ik ga er niet meer uithalen wat ik eruit haalde toen ik net begon. Dus het gevoel is er wel, maar ik doseer het in een hele... Ja, ik doseer het wel als het op praktisch handelen aankomt, zeg maar. Want ben je nog wel op zoek naar die groei voor jezelf? Of heb je nu zo'n punt bereikt dat je denkt, qua niveau kan ik nu wat ik of je wil maken? Of ben je wel nog steeds op zoek naar... Nee, ik ben nog heel erg zoekende, ja. Want, en waar kom je dan in terecht als je die zoektocht... Nou, in hele andere stijlen, denk ik. Ik denk dat de grootste groei die je gaat, die ik voor mezelf dan althans meemaak, is de interesse in gewoon hele andere dingen. Dus gewoon niet meer muziek benaderen op instrumentenwijze of op wat dan ook, lyricaal of noem het maar, geef het een naam. Maar gewoon echt angles zien in een nummer of in een album. Beseffen dat je er niet alleen zo naartoe kan kijken, maar ook gewoon van elke andere kant. En die groei die maak ik nu heel erg mee. En daardoor ben ik hele andere interesses gaan krijgen en hele andere muziek. En dat zorgt er weer voor dat je zelf onwijs beïnvloed wordt. Alleen dat gaat een stuk onbewuster dan dat je riffs gaat naspelen of zo. Mm. Dus dat is...